Goedemiddag, beste kijkers. Vandaag is Soccer Reporter te gast bij de voetbalvereniging HZC 61 uit Heijen-Boeikop. Waar vanmiddag de derby wordt gespeeld tussen Sportclub Heijkop 61 en Sportclub Evenstein. Voor beide ploegen ook een heel belangrijke wedstrijd. Want beide ploegen zitten op het ogenblik een beetje onderin de ranglijst terug te vinden. En dat proberen ze vanmiddag toch allebei weer wat aan te doen. Want Heijkop die staat achtste. Met 13 gespeeld 15 en Sportclub Evenstein die staat 10e met 15 gespeeld 13. Dus het is ook erg belangrijk voor beide ploegen om een overwinning te behalen. Om een klein beetje uit de onderste regionen weg te geraken. Dus hopen we vanmiddag op een spannend en als het even kan ook een doelpuntrijk duel. Maar zoals u van ons gewend bent, gaan we ook weer even praten met onze pupil van de week. En die zit hier weer naast me. En hij zal zich even zelf voorstellen nu. Ja, ik heet Erik de Wilde. En ik kom uit Nieuwland. En ik zit op school Het Fundament. Oké, Dirk. En in welk team voetbal jij? Ik voetbal in de jongens onder de 13, team 3. Oftewel de D3. De vroegere D3, ja. En heb je vandaag nog gevoetbald? Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb 3-2 gewonnen. Kijk, dat is een mooie uitslag, hè? 3-2 winnen. En op welke plaats speel je in het team? Spits. Spits. En, ja, kom mijn vraag natuurlijk, heb je nog gescoord? 1 keer. Kijk, dat is heel goed zeg. En wat vindt Dirk zo leuk aan het voetballen? Je moet er wat voor doen. En het is niet een luie sport waar je niks voor... je moet treuzelen of zo. Je moet constant in beweging blijven en lekker blijven rennen. Ja, dat is zeker mooi. Heb je ook nog andere hobby's dan voetballen? Ja, de PlayStation spelen, computeren en voetballen. Ja, kijk eens, dat zijn mooi. Jij bent echt een beetje breed georiënteerd in al met spelen. En school, hoe vind je school? Saai. Wat zei je? Saai. Fijn? Saai. Ja? Ja. Waarom? Omdat je moet luisteren naar een juf die alleen maar stomme dingen vertelt. Ja, weet je, het ergste nog is, dat vond ik vroeger ook al zo raar op school. Ze vragen alles aan jou. Ja. Hè? Zelf weten ze denk niks. Wat denk jij? Ja, ik denk het ook niet. Oké. Nou, vanmiddag weet je, dat is een belangrijke wedstrijd hier. Het is Heijkop en Evenstein. Ja, en kom jij wel eens meer bij het eerste kijken? Nee, 1 keer gedaan. 1 keer gedaan. Jij moet ook uit Nieuwland komen, hè? Ja. Ja. En betaald voetbal, hou je daar ook van? Ja. En wie is jouw favoriete ploeg? Atletico Madrid. Ja, kijk eens, dat is heel mooi. En in Nederland? Feyenoord. Kijk, nou, dat heb je tomelijk goed, hè? Ja. Nou, als het zo blijft, heb jij helemaal een goed jaar, hè? Ja. Nou, en ik zei vanmiddag een belangrijke wedstrijd. En jij komt helemaal niet veel bij het eerste kijken, maar heb je ook nog favoriete spelers bij het eerste? Ja, Nick de Vos. Ah, de keeper, is dat, hè? Ja, een hele goeie ook. En wil je later ook zelf in het eerste of zelfs nog hogerop? Ja. Hogerop? Ja, dat ook. Ja, dat vind je leuk. Ja, dat kan ik begrijpen. Kijk, dat is een goed iets, goed streven van jij dat wil. Ja, Niek, ik zei net, het was een belangrijke wedstrijd vanmiddag. Wat denk je dat het gaat worden? Denk 2-1 voor HZC. 2-1 voor HZC. Nou, als dat gebeurt, heb jij in ieder geval een hele goede middag. Niek, ik vond het ontzettend leuk dat jij mij te woord, of Dirk is het, hè? Ja. Ik vond het ontzettend fijn dat jij mij te woord wilde staan. Ik zou zeggen, ga even lekker meelopen met de jongens en warm lopen. Hè? En veel plezier vanmiddag. Ja, dankjewel. Bedankt, Dirk. Ja. Ja, dames en heren, de wedstrijd HZC 61 Evenstein, de derby is zojuist afgelopen. En in 0-1 geinde voor Evenstein. Ja, ik denk over heel de wedstrijd gezien wel een verdiende overwinning. Peter de Vaal, trainer van Sportclub Evenstein. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat wij eerst zelf heel goed gespeeld hebben. Tweede helft moeten zij noodgedwongen voor de school wisselen. En eigenlijk vanuit hun wissel gaan ze beter voetballen. Maar wij krijgen op een gegeven moment zoveel ruimte en zoveel kansen om de 2-0 te maken. Dat verzuimen we. Waardoor het spannend blijven. Zij ook wel een aantal kansen krijgen. Maar ik denk over de hele wedstrijd gezien terecht gewonnen. Ja, zeker de eerste helft hebben jullie ook stond de organisatie keurig. Want je gaf ook erg weinig weg. Er werden ook van beide kanten weinig kansen gecreëerd. Hey, ik heb ook voor jullie 2 geteld en voor jullie 1. Waar jullie nog een mooi doelpunt van uitmaakten. Ja, het was een wedstrijd eigenlijk meer, ja, zij spelen heel veel lange bal, maar daar stonden wij goed in. En zelf kwamen we er aanvallen niet echt door. Maar de goal die we maken was een hele mooie goal, een goede steekpas en goed afgemaakt. Maar er waren inderdaad heel weinig mogelijkheden in deze helft, klopt. Ja, en dan de eerste 20 minuten van de tweede helft, ja, toen kregen jullie toch even moeilijk, want toen waren er toch een paar mooie kansen voor HZC. Ja, dat is wat ik zeg. Ze moeten die spitsnoodgedwongen wisselen waar ze alle ballen lang op spelen. En dan gaan ze anders voetballen omdat ze wat moeten, omdat ja, die spits die erin komt, kan je zo niet bespelen.
Maar wij hadden ons daar wel op ingesteld. En dan moet je zien in het veld dat je dan moet gaan omschakelen. Het anders moet gaan doen. En daar hadden we even onze handen vol aan. Ja. Ja, klopt. Voor de rest heb je ook weinig weggegeven. Je hebt het allemaal keurig. Ja, en net waar je zelf zei, je kreeg zelf hier ook nog een paar mooie kansen. Ja, als je gewoon de 2-0 erin stopt, dan is het is gelopen. En nu blijft het spannend tot de laatste minuut. En het duurde lang voordat hij er was de laatste minuut. Dus dat scheelt ook. Ja, ik denk dat er nog even billen krijgen voor je was, Peter. Maar wat me wel opviel, het is toch een derby waar veel op het spel stond. Laten we het zo even zeggen, bij je ploegen. Dat het toch vrij sportief was. Ja, maar dat klopt. Dat was bij ons thuis ook zo. Het is een derby. En er staat veel, ook nog veel op het spel los van de derby. Maar het zijn wel twee ploegen die elkaar laten voetballen en niet de botten bijlanteren, gelukkig. Nou ja, het is een nuttige overwinning waar je weer verder op kunt beduren. Zo is dat. We gaan ons veilig spelen. Oké, Peter gaat hem vieren en nog gefeliciteerd. Dank je wel, Bas. Ja, Emen Vergent, aanvoerder van HC 61. Het was veel strijd in de wedstrijd. Ja, en toch met 1-0 verliezen. Ja, zuur. Heel zuur voor ons. Voornamelijk eerst zelf hebben we heel slecht gevoetbald. Te veel mee in hun spel. Met de strijd op zoek of de lange ballen. Daar kwamen we steeds een stapje te laat. De ballen kwamen niet aan. Op 1-0 8 staan de rust in. Tweede helft wel geprobeerd meer te voetballen. Gewoon niet gelukt. Niet naar behoorlijke voetbal vandaag. Niet naar ons niveau. Dat is gewoon zonde. Zuur. Ja, toch. Net als je het eerst zelf was, even zijn we wat een betere ploeg. Zonder dat er veel kansen gecreëerd werden. Ik heb totaal 3 kansen zien voorbij. Jullie 1 en jullie 2. En bij de tweede helft kregen jullie toen een paar schitterende kansen ook. De tweede helft hebben we wel een aantal, denk ik, 4-5 open kansen gehad. En viel de bal ook net niet in. Net naast, net over op de lat. Bal die de eindpaas die net niet aankwam. Het mocht vandaag gewoon niet gebeuren. We hadden nog 3 dagen doorgevoetbald, hadden we ook niet gescoord, denk ik. Nee, dat is een wedstrijd en wel het even niet keer lukken. En, het is wel een zure nederlaag voor jullie, want je brengt je eigenlijk ook een beetje in de moeilijkheden, hè? Ja, we hadden het punt natuurlijk ten eerste hard nodig en ten tweede ook, het is gewoon een derby natuurlijk die je wil winnen. En ook de 3 punten hebben we gewoon nodig voor de ranglijst. In principe is er nog geen man overboord. Maar volgende week thuis tegen VVC moeten we weer punten gaan pakken. Ja, dat klopt. En wat het wel opviel is tegen de trainer van Sportclub Everstein ook, ondanks dat het toch een derby is bij jullie, was het toch zeer sportief? Ja, ik denk dat onderlinge was het wel goed sportief. Wel gewoon respect voor elkaar en goede scheidsrechter die je op momenten liet doorspelen en op de juiste momenten stopzetten. Ja, dus daarvoor, dat was het enige positieve ding vandaag. Oké, ik zou zeggen succes de volgende wedstrijden weer en in ieder geval nog bedankt, hè. Dankjewel. Oké.